Rafael, vamos. Genau, als ik loop jij door de straten. Zo ben ik dan bezig. Genau, als ik achter weer kan zie. Nou, dan heb ik toevallig niet de goede, zeg maar, de goede beat die ik wel gebruikt heb voor de ballade. Maar ook als ik een nummer zelf verzin, gaat het vaak op die manier. Dat is hetzelfde met Pien en Beerlijk. Dat is dan ook een nieuw Leeuwarden nummer voor mij. Die is inmiddels al een paar weken oud. Ja, dat is een tarantella. Een tarantella is een Italiaans ritme. Ja, hier kun je trouwens wel genot van maken. Hè? Dat kun je van alles doen. Genot. Als ik hier loop, je deur de straat. Nou ja, en je kan het uiteindelijk zo gek maken als je zelf wil. Van oorsprong is het een nummer van Ede Staal. En ja, zo stom als het klinkt, toen ik dat nummer voor het eerst hoorde, hij het dan even snel beluisteren, dan hoor je genot. Genot, zo klonk het vroeger in de stroten. Genot. Maar het was niet genot, het was genoot. En genoot ben kanaal. Het is eigenlijk een visboer, zo'n straatventer, die zijn vis loopt uit de venten. En daar gaat het in principe over. Maar ben jij dat dus voor het eerst, dat noemer? Nou, in een wat rosse kroeg in Grijns. Ja. En toen kwam er een visboer bij me. Bert Zwier is ook een artiest op dit moment. Een kibbeling man, een visboer. En die zei, maak wel even een nummer zingen over jouw apparatuur. Ja, ik zei, natuurlijk. En toen vertolkte hij dat nummer van Ede Staal en ik was diep onder de indruk van die uitvoering. En zo is het eigenlijk ooit het idee ontstaan om het ook in het Leeuwarden, omdat het een dialectnummer is, vond ik het wel leuk om het ook eens in het Leeuwarden te gaan schrijven. Nou, daar gaan we. Nou. Bouke, dat komt eraan, dus let op het intro. Wat een feest is dat geweest. Ik was zo dronken als een beest. Ik neem ook niet meer iedere artiest aan, want dan wordt het, dat heb ik in het begin wel als ding. Dan zit je ook elke week in een studio hier muziek te maken en dat wil ik niet meer. Dus zulke jongens als Bouke die hier al behoorlijke tijd omspatten, ja, die kan hier altijd blijven komen, maar ik kijk altijd wel van wie is het. En dan denk ik van, nou ja, ik heb er tijd voor, dan doe ik het en anders doe ik het niet. Nou, we gaan nu naar Holland of M. Even naar de studio. Ik kan daar ook even kijken. Oh, dan moet ik eigenlijk even stoppen. Ja, dat kan een fan wezen, hè? Ja. Nou ja, dat was op met een goedkope apparatuursetje naar de vlooienmarkt in het VEC. Ja, dat heet nou WTC natuurlijk, maar toen heette dat nog het VEC. Ik dacht van, hoe kan ik nou een zo groot mogelijke doelgroep te pakken krijgen die naar mij luisteren? Zo naïef was ik dus, een jaar of 6, 7 geleden. En dan ging ik daar gewoon onaangekondigd ging ik daar staan en deed de stekker in stopcontact. En er was daar een man die nou de boel runt, die noemen we Roy Gerrit in de volksmond. En die zei, nou, ik ga nou wel een plakje voor die vierkante meter, maar staan we staan gaan. En na een uur dan kwam de organisatie bij mij te klaren van wat de bedoeling was. Nou, ik zei, op zijn Leeuwarden site, ik vind hier een dood soortje. Ik zei, er moet wat sfeer in. Ik zei, mij nou gewoon de kaars geven en we krijgen geen klachten. Ik zei, laat me hier dan gewoon staan. Nou, en een zus kwam en zo had ik daar zes vlooienmarkten staan te zingen. Uit het boek weg, een boek met teksten. Nou, en nou ja, zo ging dat. Prachtig weer, niet? Volk. Hoi. Hey. Nou, dit is Henk, een van mijn maten. Nou, dan halen we een bakje koffie. Dan nemen we de week even door. Ja, dat is een heel lang gesprek is dat. Ja. Dat kan soms een minuut duren, soms duurt het wel een uur. Ja. Dat ja. Nou, springt ook mooi uit, hè? Normaal zit het wel een beetje buiten, maar... Oké. Ik had er wel een foto van, was misschien dan? Ja. Ja. Want ik heb ook alweer in de wandelgangen van ja, dat is allemaal weer publiciteit. Maar dat is absoluut niet waar, want je binnen, zoals nu gaat, er minder een maand uit. En kijk, dit is de foto.
Ik hou hem op een kop. Maar dit is zeg maar het stembandgedeelte en dit is de polyp. Dus dan heb je eens een keer een echte polyp zien in het echt. Hey, dit is trouwens ook mooi, want ik heb hier vroeger zitten met mijn autohandel, hier aan de rechterkant. Dit zit nou een Oosterse markt in, hier, hier rechts. En dit is er allemaal na die tijd dat ik er werking hier erbij kom. En hier vroeger, want het is later uit het opval, dit was vroeger een oude molen. Dat heeft een architect overnemen maar voor 1 euro. En dat moesten ze dan in een bepaalde staat helemaal weer terugbrengen. Wat dat gaat is Leeuwarden hier in dit stuk wel weer flink mooier geworden. Nou, dit is de locatie van Holland en Wim. Sinds mei zitten we hier. Nou, en dit is ook een soort van cultureel centrum. Het knooppunt, het wijkcentrum. Nou, hier ben ik gevestigd, dan komen we maar even in. Ga hem genot luisteren. Nou, dat is mooi. Ja. Nou, dan gaan we kijken, wij gaan naar boven. En een soort Cambus supporters en Liauters, ja, die nemen die nou toch aan als de Liauterszanger. Is dat net gevaarlijk voor die carrière? Nou, dat weet ik net. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Ik bedoel, ik vind het prachtig. Ik bedoel, je staat wel in de herinnering met dat soort mensen. Nou ja, ik vind het mooi, ik heb dat niet verkozen, maar ik vind het wel geweldig. Ik bedoel, ik denk dat iedere zanger die het leuk had, dat komt, zou dat prachtig vinden, dus waarom ik niet? Ik zal even het licht aan doen. Die ben je erbij. Ik heb de vertuurpan nogal aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Even zorgen. We hebben nu aan de lijn de chefkok Bokkers. Met Bokkers Manetje. Dat is mijn zoon. En die jingles maak ik zelf. Als ik nou hetzelfde verdiende als, zeg maar als zanger, dat ik dat hiermee kon verdienen, dan hield ik morgen op met zingen. Want dit is wel eigenlijk wat ik het mooiste vind. Radio maken. Dat betekent niet dat ik het zingen niks vind. Alleen ik vind DJ gebeuren vind ik gewoon van vroeger al super geweldig. Jongensdroom. Ja, eigenlijk wel ja. Net dan ben je een kien in een spultuin, uiteindelijk zullen we het zien. Ik voor elkaar zo presenteer. Het Cambuur moment. Leuk dat je luistert.